En voor het product zijn we deze maal te gast bij Chef Van Roessel. Chef heeft ons uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen op zijn bedrijf. Chef, ben ik een echte Moergesternaar? Ja, ik ben geboren aan de Heuvelstraat. Ik had daar 2 broers en 2 zussen. En toen vanuit daar ben ik eigenlijk boomkweker geworden. Had ik altijd interesse in de boomkwekerij. Dat was wel een boerenbedrijf? Kind. Ja, dat was een boerenbedrijf. En mijn broer die werd boer. Dat was een beetje gevolg. En mijn andere broer werd boomkweker. En vandaar dat ik ook boomkweker ben geworden. Waar ben je dus een beetje mee begonnen? Want ik hoor wel, het was ook een beetje hobby. Ja, het was hobby. En toen ben ik eigenlijk naar de tuinbouwschool gegaan, naar de middelbare tuinbouwschool. En vandaar ben ik eigenlijk de boomkwekerij ingegaan, omdat ik eigenlijk wel zag zitten. Maar hoeveel mensen zitten op de zaak op het moment? Nou, ik heb 2 vaste medewerkers. En mijn zoon is ook in het bedrijf gekomen. En mijn vrouw doet administratie. Chef, wanneer ben je met dit bedrijf gestart? Ik ben in 1975 begonnen. En nu zit ik hier 38 jaar. Dus ik ben 38 jaar ben ik hier gekweker. Ja. Stel me voor dat je 38 jaar geleden anders werkte als nu. Is er een vooruitgang, is er een verandering in de werkzaamheden? Ja, de mechanisatie heeft zijn doorgang gevonden. En we hebben de rijafstanden allemaal aangepast aan de machines. Dus die tractoren die we hebben, die zijn een goede meter breed. En dan de rijen staan op 1,50. Dus de tractoren kunnen overal door iedere rij rijden. Dus ook om ze te planten, om ze te rooien, om het gewas te verzorgen. Vandaar dat wij alles aangepast hebben aan de machines. Als we rondom ons heen kijken, het bedrijf is nogal uitgestrekt. Hoeveel hectare is het? Ja, nu hebben we inmiddels 15 hectare boomkwekerij, waarvan er 4 hectare groenbemester is. Dat houdt in. En groenbemester, dat is een beplanting, meestal tagetes, Afrikaantjes. En die worden ingezaaid in de gronden waar de bomen eerst gestaan hebben. En dat is om de structuur van de grond te verbeteren. En de aaltjes te verwijderen uit de grond, want er komen elke keer aaltjes, de grond wordt anders ziek. En dan krijg je een bodemmoeheid. En daarom zaaien we Afrikaantjes, want een aaltje prikt dan in zo'n Afrikaantje en dan gaat die dood en dan blijft de grond gezonder. Je hebt verschillende soorten boomkwekers, maar waar horen jullie bij? Je hebt laanboomkwekers en je hebt spillenkwekers. En wij zijn namelijk een spillenbedrijf, een spillenkwekerij. En wij doen alleen het vermeerderen van de boom en 2 tot 3 jaar doorkweken en dan gaat die naar de laanboomkwekerij. Laanbomen, een verzamelnaam? De laanbomen, dat zijn de bomen die eigenlijk langs de straat staan in lanen, parken, groenvoorzieningen. De echte grote bomen die daar in 1 keer als groot geplaatst worden. We hebben het over bomen in straten en lanen. En je hoort de laatste tijd veel van. En die bomen bij ons in de straat, die zijn veel te groot. En de tegels komen omhoog, je breekt je nek. Wat zouden we daaraan kunnen doen? Geef eens een oplossing. Nou, de bomen op de juiste plaats. Daar, dan lukt het. Als je een flinke groenstrook hebt en je zet daar bomen neer die flink groot kunnen worden, mag. Dan heb je maar heel weinig ruimte. Dan kun je een boom nemen die daarvoor geschikt is. Bijvoorbeeld een smallere vorm. Er zijn heel veel verschillende vormen. En vandaar dat we eigenlijk naar de wensen van de klant zitten kweken. Je hebt het over de juiste bomen of de juiste plaats. Dat houdt natuurlijk wel in dat je aan die vraag moet kunnen voldoen. Hoeveel bomen hebben jullie in jullie assortiment? We hebben 80 verschillende soorten op bedrijf. Ik heb ze pas nageteld. Er zijn er 80. Dat varieert ook wel elke keer weer verschillend. Dus het is net waar de vraag ligt. Dus ik hou natuurlijk elke rekening mee waar ik de planten het beste kan verkopen. En daar ga ik natuurlijk naartoe zitten kweken. En ook wat de plant die hier het beste op het bedrijf past. Dus hij moet ook al in de kwekerij passen. Nieuwe bomen. Doe je ook nieuwe bomen in het leven roepen? Ja, ik weet niet hoe ik dat moet formuleren. Ja, het is ook wel zo. Het is, je probeert natuurlijk elke keer iets nieuws. Je probeert je te onderscheiden in een bedrijf. En dan probeer je elke keer iets nieuws te bedenken of iets kunt vinden. En het is 1 keer is het heel toevallig uitgevallen dat in 1994 waren we in Zwitserland op vakantie. En in die bergen daar stond eigenlijk een hele slanke witte berken.
Nou, en ik zag het eigenlijk wel zitten. Dus ik had gewoon een paar takjes eraf gesnoeid. En in mijn rugtas gestopt. En toen ik weer thuis was, toen heb ik ze geoculeerd. En toen is eigenlijk een hele goede boom uitgegroeid. En toen heb ik hem de naam Zwitsers glorie genoemd. Omdat hij uit Zwitserland komt. Ik had hem ook Moergesters glorie genoemd. Maar ik vond Zwitsers glorie, ja, daar is toch... Moeten ze iets aan aanvragen, zo'n naam? Nee, dat heb ik wel nagevraagd, maar dat hoeft hij niet. Nee, dus als hij heel lang in de handel is, of een tijd in de handel komt, dan wordt de naam geaccepteerd. En vandaar. En nou is hij eigenlijk wel zo ingeburgerd dat er Engelse klanten, Duitse klanten, die vragen niet. Op lijsten zie je hem staan. Dus... En het is eigenlijk wel mooi, hij is nou, staat hij ook voor het station in Oostenrijk, daar staat hij ook bij de parkeerplaats, staan ze ook al. Dus dat is heel toevallig, heb ik ze daar gezien staan. Denk, hey, dat is toch wel leuk dat hij toch eigenlijk van oorsprong hier begonnen is. Je zegt, ik heb een takje meegenomen, daar hout in, vermeerderen. Vertel ons iets over vermeerderen. Wij vermeerderen door middel van een zomerstek. Door middel van oculeren en door middel van enten. Dan moet er natuurlijk een onderstam hebben. En die kweken jullie zelf ook of die halen jullie van elders? Nee, een onderstam is een eenjarige zaailing. Die worden bij gespecialiseerde bedrijven worden die, aangekocht. Die bedrijven die zaaien die plant. En wij doen hem als eenjarige kopen. En daar doen wij eigenlijk op veredelen, noemt men dat. Dus oculeren of enten. Ik stel voor, als je berken wilt enten, moet je ook een onderstam van een berk hebben. Of is dat niet belangrijk? Jawel, dat klopt, deze ook. Maar dan heb je nog allemaal verschillende variëteiten. Een zaailing is eigenlijk een generatief vermeerderde plant. En die heeft allemaal verschillende eigenschappen. Dus eigenlijk net de mensen zijn allemaal verschillend. En een plant is... wij willen eigenlijk als laanboomtelers willen we eigenlijk dezelfde planten. Dat we in de straat ook dezelfde boom hebben. En niet allemaal verschillend. Dus niet een boom met een bolle vorm of een slanke vorm. Dan willen we dezelfde plant hebben. Eenzelfde uiterlijk moet die hebben. En vandaar dat we gaan vermeerderen om dezelfde habitus te krijgen. Het uiterlijk van die plant. Nou hebben we het over die takjes, stekken, oculeren, enten. Nou, wat is stekken bijvoorbeeld? Nou, stekken, dat is eigenlijk een jonge twijg. Neemt me van een boom en daar laat me enkele blaadjes op staan. Men snoeit hem onder af en doet hem een beetje verwonden en doet er meestal groeistof aan. Doen jullie die uit eigen tuin snoeien of houden jullie die elders? Voornamelijk uit eigen kwekerij, omdat je dan precies de juiste hardheid kunt nemen. Want het is heel belangrijk dat het een goede... De juiste hardheid van de stek is. Als hij te hard is, dan wortelt hij gewoon niet. Ben je te vroeg, dan rot hij. Dus dat komt eigenlijk nogal nauw. En dan komt hij hier in een nevelkast te staan. Op een groeibodem. Meestal is dat turf. En daar moet hij aan wortels schieten. Je hebt het over een nevelkast. Is het heel belangrijk, het vochtgehalte van deze stekken? Je moet eigenlijk zorgen dat de hooglichtvochtigheid moet zeker wel 95% zijn in zo'n nevelkast. Want het stekje wat je erin zet, dat verdampt wel, maar dat kan nog geen vocht opnemen. Als je, stel je hem in een droge ruimte zet en de zon gaat schijnen, of dan gaat hij uitdrogen. Hij krijgt er elke keer, bijvoorbeeld om de 8 minuten krijgt hij 2 seconden vocht. En dat gaat onder 10 atmosfeer druk, dat is dus een soort mist. En dan kan hij zich, dan kan hij niet verdampen en dan kan hij wortels gaan vormen. Hier blijven ze tot ze wortels hebben, dus deze gaan er bijvoorbeeld volgende week uit. Die gaan naar de afdeling langs. Dan onder droge omstandigheden, dus geen hoge vochtigheid. Doen we een schermdoek erover, dat ze zich af moeten harden. En dan blijven ze tot het... Tot januari daar in die ruimte staan. En daarna worden ze ingepakt, helemaal uitgezocht. Ingepakt in een en gaan ze in de koelcel, worden ze ingevroren bij min 2. En dat doen we om die plant in rust te brengen. En dan ze in het voorjaar allemaal tegelijk uitschieten. En dat ze ook kunnen overwinteren. In een kast kan bijvoorbeeld wel 10 graden vriezen, in de koelcel vriezen maar 2 graden. We verlaten chef zijn bedrijf en beloven eens terug te komen in het vroege voorjaar als deze stekjes uit de koeling komen.
Als in het vroege voorjaar de laatste nachtvorsten voorbij zijn, worden ze uit de koeling gehaald en in de volle grond gebracht. Mechanisch natuurlijk. Op verzoek van verschillende kijkers verlopen we met chef even het enten, het acculeren, het rooien en het verplaatsen van de plant. En we beginnen met enten. Het entje is een plant, het is een eenjarig hardgegroeid scheutje met 3 knoppen erop. En dan doen we die van tevoren al behandelen. Dus die wordt in de winter, wordt die griffel, noemen we dat, eraf gehaald van de prieelberg. Die knipt men op maat. De wonden worden afgedekt met entwas. En het geheel wordt in de paraffine gestopt. Nou, en dan, dat griffeltje gaat in de koeling. Die gaat bij -1,5, wordt er gekoeld. Dus dat griffeltje blijft geheel in rust. Dit is Ulmus minor Jacqueline Herlier. Dat is een bolvormige dwergiep. En die plaatst men op een 2,5 meter stam. Omdat we een bolletje willen hebben waar we onderdoor kunnen lopen. Dit is een dwerg. En als we hier een griffel van nemen, hebben we in de winter gedaan. En deze hebben we in het voorjaar hierop geënt. Enten. Doordat het zijn werk gaat, wordt het uitgelegd door een medewerker van chef Rob van Gestel. Deze stam is van een Betula pendula Zwitsers glorie. Maar dit wordt gewoon een grote laanboom, maar we gaan er nou boven een ent op zetten zodat het een treurberk wordt, die zijn takken laat hangen. We gaan eigenlijk de stam, het zijhout, halveren zodat de stam wel stevig blijft, maar dat hij een hoop bladmassa kwijt is voor de voeding ook naar boven naar de ent te kunnen krijgen, zodat ze beter aan elkaar gaan groeien. Ik ga nu eerst de stam op 2,25 meter knippen. Want we willen ze allemaal op dezelfde hoogte hebben. Is dat een normale hoogte, 2,25? Ja, dat is een gangbare maat, ja. 2,25 en 2,40 meter. Maar voor een treur is het mooiste op 2,25. Ja. Dus op zo'n berk, daar moet ook wel de familie van de berk op. Of ja. Je kunt er geen willekeurig, dat gaat niet. Nee, je kunt geen eik op een berk zetten, dat werkt niet. Je kunt op een berk kun je verschillende soorten berken opzetten, maar het moet wel bij de familienaam blijven. Dit is dan een griffel van een Betula pendula jungi, een treurberk. Dan ga ik de griffel aan twee kanten aansnijden en die ga ik daar achter de lip steken. Dan gaan we hier boven de lip aansnijden. Ik probeer hem nu aan twee kanten passend te maken, zodat die daar mooi aan elkaar kan groeien. Aan één kant zou voldoende zijn, maar het mooiste is natuurlijk als de diktes gelijk zijn, zodat ze aan twee kanten passend zijn. En nu alle snijvlakken luchtdicht af te sluiten, gaan we medifilm omheen draaien. We beginnen onderaan. Dan gaan we dakpansgewijs naar boven. Ik zou zeggen bedankt Rob voor de uitleg en tot onze hobbyisten onder ons aan de slag. En dan acculeren. Daarvoor gaan we op zoek naar chef Roesel. Chef, hier hebben verschillende bomen staan, hè? Ja. Tenminste, ik zie verschillende. Vertel eens even wat er staat. Nou, dit zijn berken. Dit zijn variaties, variëteiten. En die hebben geoculeerd op een onderstam. De Betula pubescens, dit is een zachte onderstam. Daar kun je met verschillende variëteiten op plaatsen. Daar zie je hem. Hier staat de smalle, dat is de obelisk, een smalle, een zuil. Hier hebben we de Betula crispa, dat is met een diep ingesneden blad. En hier hebben we dan de nieuwere, de Zwitsers glorie. En we zien, en daar hebben ze, dat is het tweede groeiseizoen waar ze nu mee bezig zijn. Dus ze kunnen echt krachtig groeien. Nou, dan ga ik hier ook laashout nemen. Dit is een eenjarige tak. De top moet eruit, die is te zacht. Onder is hij te hard. En dan gaan de bladen eraf. Het is eigenlijk belangrijk dat de knop voldoende ontwikkeld is. Dus het hout moet rijp zijn, noemt men dat. En vandaar dat je dat heel dikwijls pas in juli, augustus kunt. Want anders is het hout niet voldoende rijp. Nou, dan ga ik het hier opplaatsen. Ik zorg eerst dat de stam schoon is, een doekje erover, geen zand erin. Dan ga ik hem aansnijden. Nou, het puntje van de bladzijde eraf, dan snij ik hem hier aan, dieper.
En dan ga ik hem hier overnemen en dan ga ik het hout eruit halen. Dit is het hout. En het hout moet eruit. Kijk, en dan kun je het hier zien, het zieltje. En het zieltje, daar zitten de erfelijke eigenschappen in. Dat is het begin van de knop. Nou, dan ga ik oculeren. Dan ga ik hem op de onderstam zetten. Maak ik een T-snede. Bovenaan maak ik een horizontaal sneetje. En dan een verticaal naar beneden. Doe hier de lip omhoog. De bast gedeeld. Bast omhoog. En ga hem begeleiden. De bast omhoog. En dan ga ik de oculage erin plaatsen. En daarna ga ik hem hierboven afsnijden. En nou zit de oculage erin. En dan ga ik hem nog afbinden. Pak hem over. Kijk, nou bind ik hem dicht. Net boven de knop. Net onder de knop. En na enkele keren naar onderen. En nou zit hij geplaatst. Nou zit hij vast. En na 9 dagen is hij vergroeid. Dan zit hij vastgegroeid. Het jaar erop. Dus, dan heel de einde van de zomer blijft hij staan. Tot het voorjaar. En in maart, april. Dan snijdt men hem hier boven schuin af. En als dan de knop uitloopt. Dan gaat de sap gaat helemaal naar die knop. Begint uit te lopen die twijg. En die twijg die binden we dan hierboven aan die punt. Dan staat hij al recht. Zoals we wel opgemerkt zult hebben, zijn we het hele jaar door bij Chef te gast geweest. En nu het voornaamst, want er zal ook verkocht moeten worden. Dus dan zal we moeten rooien. Dan doen we ze met een trekker, met een schutploeg. Dan worden ze eruit getrokken, in feite gesneden. En dan de schutter die zorgt dat de grond tussen de wortels uitkomt. En dan kunnen ze in zijn geheel op de wagen geladen worden. Maar van tevoren zijn ze al uitgesorteerd. In feite al gemerkt. Dus we weten al wat merk waarop het land staat. Dus er zit gewoon een merkje om. Dus op de wagen worden ze al apart uitgesorteerd. Ze zitten een beetje apart op de wagen. Dus dat is een soort eerste en tweede keus? Of de beste antwoord? Nee, gewoon op dikte en lengte worden ze gesorteerd. En later, als ze dan binnenkomen, worden de slechte eruit gegooid. En dan wordt apart met transport naar de schuur gereden. Dan komen ze op de bindtafel. Bindtafel, daar doen we ze 3 of 5, naar gelang de dikte. Worden ze bij elkaar gebonden, gebundeld. De wortels worden eerst geknipt, dat ze in de sleuf kunnen passen en dat ze voor transport makkelijker te vervoeren zijn. Met die pellet worden ze weer getransporteerd naar de kuilhoek. De kuilhoek zijn sleuven getrokken en daar worden ze neergezet voor te wachten tot hij de klant ze nodig heeft. Dus dan worden ze gewoon allemaal tegen elkaar ingekuild en dan ja, en boven is dat voor. Ja, natuurlijk moeten ze onder de grond zitten. Ja, dan moet goed afgesloten zijn, de wortels niet uit kunnen drogen. En ook vanwege vorst, dus het moet goed afgesloten zijn. En dan kunnen ze altijd pakken als de plant ze afroept. Dan hebben ze bijvoorbeeld de dag na de bomen nodig, dan staan ze klaar voor transport. Ja, dat is hartstikke goed. Wanneer kunnen die het beste planten? Want bomen, die kun je het beste planten als de bladeren eraf zijn. Of de bladeren af beginnen te vallen. Dan hebben we het over die hele grote knotsen eronder, die wortels die helemaal ingepakt zijn. Of wanneer gebeurt dat? Nou, dat gebeurt alleen bij de bomen die ze nodig hebben met een kluit. Met een draadkluit, dat is eigenlijk een leverbare boom die meteen op de bestemming wordt geplaatst. En er wordt met de machine gestoken met zo'n messen die ze aan de zijkanten erin steken, een ondermes. En die zet hem dan op een jutelap met daaronder een draadkorf. Die draadkorf is een voorgevormde korf. En als men daar die kluit opzet, dan kunnen we boven met een strik kun je die boven aanhalen dat die mooi aansluit. En dan wordt hij aangedraaid, die draad, totdat hij goed strak zit. En dan wordt de boom, de takken worden bij elkaar gebonden. En dan is hij klaar voor transport. Deze bomen, moeten die ook in het voor- of later najaar overgeplant worden? Of kun je dan heel jaar door, omdat er zo'n grote kluit aan zit? Nou, in de zomer moet je hem niet verplanten. Hij moet toch, als hij bladeren heeft, verdampt hij. Dus heeft hij vocht nodig. En je kunt wel zeggen, dan kan ik het later, dat kan ook wel, maar die boom moet toch vocht hebben. Dus je kunt het eerste jaar zeker zien natuurlijk, als ik het te laat doe. Ja, dus die boom heeft ook gewoon zijn tijd nodig. Moet toch op tijd in de grond staan en vocht aan kunnen.